Utrecht Ajax. Kun je die even voorspellen, Harry? Nee, natuurlijk niet. Utrecht Ajax is niet te voorspellen, beste vrienden. Nee. Dat Utrecht, dat het is volkomen onvoorspelbaar. Die hebben trouwens ook nog wat blessures, maar die spelen thuis. En iedereen weet, voor Utrecht is dit de wedstrijd van het jaar. Die willen maar één ding, winnen van Ajax. En Ajax is, ja, Ajax is ook niet helemaal Ajax. Nee, die hebben ook blessures. En dat hele briljante, dat sprankelende spel, dat is er ook niet. Dus, hoe kun je die wedstrijd nou voorspellen? Niet. En daarom, vrienden, wij grijpen terug weer naar de telefoontos. Ja. Die ga ik even aanzetten. Let op, ik zet hem aan. Hup, en dan ben ik hier ook in beeld. Kijk. Ja. En deze telefoon, die ga ik dus even, hup, de lucht ingooien. Ja. Brrr, die gaat kantelen. Brrr, zoals met tossen. En dan is het zo. Hoe die eindigt, dat bepaalt de uitslag. Dus is het Utrecht, dan zien we het plafond. Zie je? Dan zien we het plafondetje. En is het Ajax, dan zien we waarschijnlijk een stuk van de tafel. Dat is dan wat we zien. Nou, oké. Okay. Zijn we er allemaal klaar voor? Het is duidelijk. Nog één keer plafond. Hup, Utrecht. Tafel. Hup, Ajax. Nou. Spanning, de telefoon gaat het weer bepalen. Wordt het Utrecht of Ajax? Jongens, zijn we er klaar voor? Nou, dan gaat hij, hè. Dan gaat hij. Dan gaat hij. 1, 2, hop! Oh, jou! Ja, hij ligt naar beneden. Ja, we zien de tafel. Het was de tafel. Dan is het Ajax.